De verdachte die een Poolse man onder de tram zou hebben geduwd in Ypenburg blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest wordt met 14 dagen verlengd. De 15-jarige Hagenaar wordt verdacht van doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie moet hij zich bewust zijn geweest van de aankomende tram. Uit onderzoek komt naar voren dat het slachtoffer de jongens meerdere keren opzocht. Volgende week zaterdag wordt er een stille tocht gehouden voor de Poolse man.